Haha! <laughs> Hé! Hey, hey! Hoi! Ho! Zo! Uh, hoi! Ik ben de Movie Master. En wil jullie graag even uitleggen hoe je een echte korte film kunt maken. <laughs> Het internet staat vol met dit soort filmpjes. Waarin mensen even snel met hun telefoon iets opnemen. Ja, logisch natuurlijk. Want tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een camera op zijn telefoon. Vroeger waren camera's groot en ingewikkeld. En om wat op te nemen had je een filmrol of later een cassette of tape nodig. Maar nu is de techniek van filmen net zo makkelijk geworden als het schrijven met pen en papier. Maar als je wat strepen op papier kunt zetten, kan je natuurlijk niet gelijk een verhaal schrijven. Op school leer je schrijven door eerst letters uit het alfabet te oefenen, daarna kleine woordjes te schrijven en dan zinnen maken. Zo is het met filmen ook. Iedereen kan nu wel met een camera wat opnemen, maar bij een echte film komt meer kijken. En met deze uitlegclip en onze mini Movie Maker app leren we je de beginselen van film maken. Als eerste beginnen we met een goed verhaal. Daarna ga je je verhaal omzetten naar scènes en shots. Hiervoor hebben we een storyboard voor je gemaakt. Vervolgens kan je je film opnemen en monteren. Dat kan heel eenvoudig met onze app. Tot slot is het natuurlijk super tof om je film te delen en op die manier laten zien hoe je over iets denkt. Dat kan je doen door hem bijvoorbeeld up te loaden naar YouTube. Maar vraag eerst toestemming aan je ouders of leerkracht. Stap 1 Je kan met de app allerlei films maken. Maar voor ons filmfestival zijn we vooral erg nieuwsgierig naar jouw verhalen of ideeën over de kinderrechten. Stap 2 Verhaal omzetten naar film. Kijk. Een boek en een film hebben een aantal overeenkomsten. Voor beide is de inhoud, het verhaal dus, het belangrijkste onderdeel. Een verhaal bestaat uit verschillende stukken. In een boek noem je die hoofdstukken en in een film noem je die scènes. De scènes in een film bestaan weer uit shots. Die shots zijn er in verschillende soorten. Ik wil je even de belangrijkste laten zien. Kijk, dit is een goed voorbeeld van een totaalshot. Het onderwerp is helemaal te zien. Maar ook de omgeving. Bij een medium shot komt de camera een stuk dichterbij. Het onderwerp is duidelijk in beeld, maar je ziet minder van de omgeving. Medium shots zijn goed voor als de acteur iets moet zeggen. De microfoon is dan dichtbij genoeg om de stem op te nemen. Ik ben eigenlijk op zoek naar truien. Ah, hier staan ze. Een close-up gebruik je niet zoveel. Maar als je aan de kijker een detail wilt laten zien die belangrijk is voor het verhaal, dan is de close-up erg handig. Een fout die veel beginners maken is dat ze gelijk gaan beginnen met het opnemen van hun film. Ze denken van tevoren helemaal niet na welke shots ze willen gaan maken. Kijk, dit is een voorbeeld van een verhaal dat een kind heeft geschreven, met een begin, een midden en een eind. Als ik met mijn Movie Master-oog kijk, dan zie ik geen zinnen, maar shots. Ik verdeel bijvoorbeeld deze zinnen in drie shots en zet die in mijn storyboard. Zo doe ik dat met het hele verhaal. Ik denk nog even na welke teksten de acteurs kunnen zeggen en wat voor shots ik ga maken: totaal, medium of close-up. En zo ben ik helemaal klaar om mijn mini-movie op te nemen. Hiervoor gebruik ik de speciale Mini Movie Maker-app. De opzet van het storyboard is precies hetzelfde als de app: met vijf mini-scènes en per mini-scène heb je maximaal drie shots. Als je storyboard klaar is, kan je beginnen met de volgende stap: Stap 3. Als je iemand kent met een iPad of een iPhone, dan kan je onze Mini Movie Maker app gratis downloaden uit de App Store. Je kan natuurlijk ook op een andere tablet een mini movie maken, maar dan zonder de app. Kijk, dit is de app. En ik sta hier, in het midden. Hier kan je je mini movie starten. Het openingsscherm lijkt veel op mijn studio, maar hier kan je nu een mini movie project starten door daar rechtsboven op het plusje te tikken. Daarnaast staat een vraagteken. Als je daarop tikt, krijg je allerlei info over de app. Als je een mini-movie-project langer aanraakt, dan kan je hem hier ook verwijderen. Als je er gewoon op tikt, dan kom je in het volgende scherm. Dit is het overzichtsscherm. Je ziet mij hier een tip geven. Let op, het zijn niet altijd dezelfde tips, dus hou het goed in de gaten. Het scherm is verdeeld in drie delen. De viewer, waar je de film kunt bekijken. De tijdlijn, waar alles wat je opneemt samenkomt. En als je goed kijkt, dan zie je ook de lengte van de tijdlijn staan. Het is erg belangrijk om te weten dat je met de mini-movie maker alleen films kunt opnemen die niet langer kunnen zijn dan 105 secondes, oftewel 1 minuut en 45 seconden. Verder zie je in dit scherm een overzicht van je scènes, met daarin je 5 miniscènes en het intro. Als je een scène of intro aantikt, kom je in een ander scherm terecht. Dit is scène 1. De scènes 2 tot en met 5 zien er hetzelfde uit. Hier kan je de shots die je hebt bedacht om je verhaal te vertellen, gaan opnemen. Een shot kan 20 seconden duren. Maar één scène kan maximaal ook maar 20 seconden duren. Je moet daarom dus vooraf eerst goed nadenken over je shots. Want anders worden je shots te lang. Je hoeft trouwens niet alle shots te gebruiken. Maar het mag natuurlijk wel, zolang ze samen maar niet langer zijn dan 20 seconden. Het is misschien wel even wat moeilijker, maar je maakt nu wel een echte film. Als je een shot wilt maken, dan doe je dat door op een shot te tikken. Je kunt hier in de viewer zien wat je wilt gaan opnemen. En als iedereen er klaar voor is, dan tik je op shot opnemen. Je gaat dan naar de camera van je iPad en hiermee neem je je shot op. Let goed op dat je bij het beethouden van de iPad je hand niet op de microfoon houdt, want anders wordt het geluid niet opgenomen. De microfoon is heel klein en zit bijna altijd aan de linkerkant in het midden van een iPad. Na het woord actie wordt je shot pas echt opgenomen. Met de knop links kan je de opname stoppen. Ik vertelde al dat tijd erg belangrijk is voor een film. Daarom kun je rechts beneden zien hoe lang je shot nog mag duren. En naast tussen haakjes staat hoeveel seconden je nog over hebt in de gehele scène. Als je shot gestopt is, kom je weer in het opnamescherm terecht. Je kan nu het shot korter maken in de tijdlijn met de gele streepjes links en rechts. Als je nu wel of niet tevreden bent, kan je die shot bewaren of verwijderen. Als je alle shots voor je film hebt gemaakt en je hebt nog een shot over, dan kan je als laatste shot een aftiteling tekening maken of zelf in de camera je film afkondigen. Als dat gedaan is, ga je terug naar het overzichtsscherm. Als je nog iets wilt aanpassen of veranderen, dan kan je in de tijdlijn de scène aantikken. Exporteer vanuit hier je mini-movie naar je fotosmap. En als het mag van je ouders of leerkracht, dan kan je de mini-movie uploaden en de link doorsturen naar info@krff.nl. We kijken er dan goed naar en wie weet wint jouw mini-movie dan wel een remake met vertoning in een echte bioscoop. Veel succes!